Hey, hallo. Welkom in Theater De Nieuwe Kolk in Assen. Hier gaat het vanavond plaatsvinden. Proms 2014. Klassieke muziek en popmuziek komen elkaar tegen en het belooft een gigantisch spektakel te worden. En ik neem je mee in een kijkje achter de schermen. Achter deze deur is het backstage gebeuren. Op dit moment wordt er niet geoefend, ze hebben pauze, maar misschien kunnen we wel even in de kleedkamers gaan kijken. Inmiddels zijn we hier op de gang. Hier zijn alle kleedkamers. En ik heb al vernomen dat er druk wordt voorbereid. Dus we gaan eens even kijken of we misschien ergens naar binnen kunnen. Dames, goedenavond. Mag ik even binnenkomen? Stoor ik? Nee? Het gaat... Dus jullie komen net uit de repetities? Ja, klopt. We hebben net een doorloop gehad van 1,5 uur ongeveer. Dus. En dat ging best wel goed eigenlijk. Dus. Ja, ging niet goed? Ja. Want hoe lang is het nou voorbereiden, zo'n show als vanavond? Nou, ik denk alle medewerkers dat ze wel al een jaar eigenlijk bezig zijn met alle grote voorbereidingen en zo. Met repeteren ook wel al 3/4 jaar of zo, denk ik. Oké, want wat voor instrument bespeel jij? Ik speel hobo. Oké, hobo. En dat is voor de mensen die niet goed weten, het is gewoon een fluit, een blaasinstrument, toch? Ja, het lijkt een beetje op een klarinet, alleen dan in plaats van een enkel riet zit er een dubbel riet op. Dus ja. Oké, en zin in vanavond? Super veel zin, ja. Wordt echt heel gaaf. Nog een beetje zenuwachtig of valt er mee? Ook wel, ja. Ik heb ook al wat solo's en zo, dus dat is wel spannend, maar komt vast goed. Nou, ja. Is goed. Succes vanavond. Ja, dankjewel. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, zo'n orkest, maar er zijn ook heel veel dansers. En hier is de kleedkamer van Lucia Martas. Eens kijken of we binnen mogen komen. Goedenavond. Jullie zijn druk in de voorbereiding. Of nou, je bent even wat eten. Eet smakelijk. Dankjewel. En jullie komen net uit de voorbereidingen voor vanavond. Ja. Hoe is het gegaan? Ja, wel goed. Ja, jullie zien er ook allemaal fantastisch uit. Allereerst de vraag, mogen jullie dat zelf kiezen of wordt dat allemaal gekozen? De kleding wordt allemaal gekozen en de make-up moeten we wel zelf doen. De make-up doen jullie zelf, daar zijn jullie ook mee bezig, zie ik. Ja, en een beetje eten en zo. Ja, hartstikke goed. Ja, en vanavond natuurlijk de grote show. We zagen net ook bij de voorbereiding dat jullie zelfs het applaus aan het oefenen zijn. Ben je nou bang dat er iets verkeerd gaat vanavond? Er kunnen altijd wel dingen verkeerd gaan, maar dat moet je gewoon oplossen. Ja, nog niet, je bent niet bang voor, je hebt geen slaaploze nachten gehad voor grote blunders? Nee hoor, nee. Ja, ik zit hier inmiddels bij Jeroen en Maaike in de kleedkamer. Jullie staan samen op het podium. Wat doen jullie precies? Zingen. Jullie zingen samen. En wat zingen jullie samen? We zingen het nummer Zonder Jou. Ja, en dit is, als ik het goed heb, van Simone Kleinsma, toch? Ja, Simone Kleinsma en Paul de Leeuw. En dan ben ik Simone Kleinsma en hij is Paul de Leeuw. Ja, kijk, precies. En jullie staan samen op het podium. Is dat de eerste keer of doen jullie dat vaker? Dat doen we vaker. We gaan elk jaar, tot nu toe, drie jaar achter elkaar nu, zijn we op zomertournee geweest met dit orkest. En dan hebben we altijd samen opgetreden. Met het Noord-Nederlands Jeugdorkest. Ja. Oké, en waar zijn jullie allemaal heen geweest dan? De laatste 3 jaar zijn we naar Frankrijk, Oostenrijk en... Nederland zelf. Nederland, België en Duitsland. Het was een 3-landen-tournee. Okay, ja, en vanavond is het natuurlijk een volle bak. 1000 mensen. De zaal is uitverkocht. Zijn er dan nog zenuwen? Of zeggen van nou, dit doen we wel even? Nou, er zijn altijd best wel wat zenuwen, toch? Ja? Maar hebben jullie wel vertrouwen in? Ja, zeker. Ja, maar de zenuwen blijven. Ja, je hebt de choreografie bedacht voor de show van vanavond. Twee nummers. En het andere nummer, de Passe Dobbel, is gemaakt door Koen Brouwers. Oké, maar dan ben ik wel benieuwd. Waar baseer je dat op? Hoe ga je te werk als je zo'n choreografie moet bedenken? De muziek. Dus je gaat eerst luisteren naar de muziek en dan kijk je wat is de stijl. En dan maak je daar gewoon de pasjes op. Dus dat. Okay, en hoe bijzonder is de choreografie van vanavond? Is het echt, zit er een speciale element in? Of, Speciale elementen? Nou ja, ik vind de Passe Dobbel wel heel erg speciaal. Dat is wel een mooi stuk. Er zitten verschillende dingen in. We hebben dus een Vierde Latin Standard Dance nummer, dat is het eerste, dat is het Passe Dobbel. We hebben een Pop Show Musical stuk erin zitten, dat is Live and Let Die. En het andere, dat is al bijzonder, dat hebben de studenten hebben dat in samenwerking met mij gedaan, dat is het stoelenstuk. Dat is het nummer van You Can Leave Your Hat On. Dus okay. Dat is wel, vind ik wel leuk dat de studenten daar ook aan mee hebben gewerkt. Ja, precies. En vanavond natuurlijk de grote show. Ben je gespannen of heb je er wel vertrouwen in? Gaan de dansers het goed doen? Ik heb alle vertrouwen erin. Dus we hebben goed gerepeteerd, we hebben net nog op het toneel gestaan. Het komt helemaal goed. Ik sta hier naast Michael. En Michael is directeur van het Noord-Nederlands Jeugdorkest en van het Proms Orkest 2014.
Ja, hoeveel slapeloze nachten heb je eigenlijk al gehad in aanloop naar vanavond? Ja, best wel veel, want een hele organisatie en vandaag is natuurlijk de grote dag. En afgelopen week vrij onrustig geslapen, ja, of alles wel goed zal komen. Maar ik ben wel heel erg tevreden over vandaag. We hebben een complete doorloop gehad en het ziet er allemaal heel goed uit. Dus... Ja, want hoe lang is het voorbereiden, zo'n show? Ja, we zijn een half jaar geleden begonnen met voorbereidingen en... Ja, de laatste weken is het heel erg intensief. Met een man of tien hebben we het heel erg strak allemaal geregisseerd en georganiseerd. Dus dan, de laatste weken had ik elke dag tot 12 uur 's avonds mensen over de vloer op mijn kantoor. Dus ik was er ook wel een beetje klaar mee op het laatst. Ja, precies. Mag het nou al komen? Ja, absoluut ja. En wat kunnen we verwachten vanavond? Ja, nou ja, het wordt een geweldige avond met klassiek tot pop natuurlijk. Hè. Dat is het Proms idee. Dus we hebben een dikke vette rockband met Joe Cocker tribute show. En daarnaast hebben we weer daartegenover Judith Spottel, dat is klassieke sopraan. We hebben een orkest met een fantastisch koor erboven. En ja, die spelen van pop tot klassiek. Van hele, en de klassieke dingen, die herkent ook iedereen. Ja, hoeveel mensen werken er mee aan zo'n show als vanavond? We hebben vandaag 200 medewerkers, dat is voor ons ook een recordaantal. We hebben ons eigen orkest bestaat al 80 muzici en daarnaast hebben we een groot koor van 60 personen. We hebben heel veel licht en geluid eromheen, we hebben 8 camera's vanavond. En daarnaast natuurlijk de band en 25 dansers van Lucia Martens Dansacademie uit Groningen. Dus al met al 200 personen vandaag die meewerken. Nou, dat is een mooie club. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan, maak er een mooie show van. Ja, daar gaan we zeker van genieten. Hè? Ik ben nu klaar, dus ik ga lekker in de zaal zitten. En ik mag zo alle VIP's ontvangen. We hebben nogal wat prominenten vandaag aanwezig. Waaronder de commissaris van de Koning en de burgemeester hier uit Assen. En wat andere politieke kopstukken en wat sponsoren. Dus die mag ik ontvangen. En dan gaan we gezellig samen in de zaal zitten en zelf ook genieten. Inmiddels 7:55, de show gaat bijna beginnen en de zaal zit echt bomvol. 1000 mensen, het is helemaal uitverkocht. Dit is Proms 2014. Thank you.
Peace on earth so hard to find. Real peace begins inside, in our hearts and in our minds. Hard to learn and when you see that one and all means you and me, and what we know can set us free. Rearrange reality. Reality. Goedenavond. Hallo. Wat vindt u ervan? Tot nu toe geweldig. Ja? Hartstikke leuk. Ja, ik heb genoten. Nu al? Ja, nu al. Ik wil u nog zeggen, een hoogtepuntje? Heeft u al een hoogtepunt? Nou ja, er zijn meerdere hoogtepunten. Ik vond Joe Cocker natuurlijk wel heel erg. Het is muziek van mijn tijd, dus geweldig natuurlijk. Maar het koor, super. Jo, genoten. Oh, geweldig. Koude rillingen krijg ik ervan. Leuk. Ja, erg leuk. Ja? En heeft u al een hoogtepunt? Pomp and Circumstance, maar dat vind ik gewoon altijd een mooi nummer. En voor na de pauze weten we al wat er komen gaat, of niet? Nee, eigenlijk niet. Heel erg mooi. Ja, heel erg mooi? Ja, absoluut. Heel erg mooi. Een hele mooie avond. Kunt u wel zeggen dat u een soort van hoogtepunt heeft van de, voor de pauze? Na de pauze. Oh, u weet al wat er gaat komen? Ja. En wat... na de pauze komt Maaike. En Maaike is echt het absolute hoogtepunt van vanavond. Nou, we gaan het zien dan. Mooi zingen. Ja, ik sta hier achter de schermen bij het technische gebeuren van de hele show. En ik sta naast Michael. Jij gaat ons een kleine rondleiding geven wat hier allemaal gebeurt. Ja, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Nou, aan deze tafel regelen we alles qua beeld. Ik heb op twee computers de animaties klaarstaan. En daar staat een mixer. En er wordt gemixt met mijn beelden, dus de video's en de live beelden van camera's die in de zaal staan. Oké, want vanuit de zaal wordt er dus ook live gefilmd? Ja. Klopt, er staan drie camera's en mijn collega daar die regelt die camera's, die bestuurt ze. En die mixt dat dan met mijn beelden. Oké, en verder, daar staan ook nog allerlei intelligente apparaten. Wat wordt daar gedaan? Een groot mengpaneel zie ik daar, geloof ik. Ja, klopt. De meneer die daar zit, die regelt de doeken. In de zaal zelf wordt de verlichting geregeld, het geluid. Dus iedereen heeft zijn eigen ding. En op de tafel hier voor ons zit de regisseur, of regisseuse moet ik zeggen. Het is wel een behoorlijke productie dan, zo'n show. Ja, veel onderdelen. Je hebt een koor, je hebt een orkest, je hebt zangers, je hebt een band. Dus ja, dan krijg je dat automatisch. And so
Gewoon even proberen. Goedenavond. Goedenavond. Wat vond u ervan? Ja, geweldig. Geweldig. Ja? Wat was het hoogtepunt dan? Ik vond de hele avond heel erg leuk en heel erg afwisselend. Dus ik vond eigenlijk de hele avond een hoogtepunt. Wel leuk, ja. Wel leuk? Ja, leuk. Crossover, manifestatie, ja. Zeker voor herhaling vatbaar. Oh, dat is een goede zaak. Wat was uw hoogtepunt? Oh, ik denk de pop in, of hoe noem je het, de rock in de eerste helft. Joe Cocker. Joe Cocker, dat oude sentimenten, dus ja. Ja, ik vond het erg mooi. Ja? Ja, geweldige finale natuurlijk, ik ben er nog schor van. Echt leuk. Jij hebt elkaar meegezongen? Ja, wat wil je? Ja. Was mooi. Wat was het hoogtepunt? Ja, dat is misschien een beetje een domme vraag dan. Nou ja, het slot natuurlijk. Ja, dat vond ik erg mooi. AIDA vond ik ook mooi, maar het slot was wel geweldig. Dit was Proms 2014 live vanuit de Nieuwe Kolk in Assen. Het was een fantastische avond waarin popmuziek en klassieke muziek elkaar tegenkwamen. En ik zag heel graag tot de volgende keer.